Het is ook mogelijk om stops of limieten toe te voegen later aan een werkende order of aan een open positie. Ik ga dit doen nu in het voorbeeld met goud wat ik hier heb staan bij open posities. Ik heb deze positie goud heb ik al eventjes lopen. Het is één positie short. Ik heb hem destijds gekocht voor 17,80 en hij staat nu op 17,71. Nou kan het zijn dat je later toch nog een stop of een limiet wil toevoegen. Dat is dan altijd mogelijk. Dat kan je dan doen door op de open positie gewoon te drukken, goud in dit geval. Dan opent zich een nieuw order ticket. Dan kan je een stop of een limiet toevoegen door op toevoegen te drukken. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, een stopniveau wil ik toevoegen. Ik wil de stop op bijvoorbeeld 17,90. Het is een short positie, dus de stop staat hoger. En de limiet wil ik bijvoorbeeld ook toevoegen. En die zet ik bijvoorbeeld op, hij staat nu op 17,72. Die zet ik bijvoorbeeld op 17,50. Dan wil ik mijn winst pakken en dan wil ik met een mooie plus bijvoorbeeld uit de markt. Het is zo dat je niet een gegarandeerde stop later toe kan voegen. Dat is een nadeel. Een gegarandeerde stop, dus een stop die je gegarandeerd op een bepaald niveau eruit laat gaan, die kan je alleen toevoegen door een order te openen. Die kan je niet later achteraf nog toevoegen. De stop die je achteraf toevoegt is uitsluitend een gewone stop. Dus mocht er inderdaad een groot verschil zijn in de opening en de sluiting van een bepaald product, of dat er door marktomstandigheden grote volatiliteit in de markt komt en dat het juiste niveau niet in één keer geraakt wordt, dan kan je er dus nog in dit geval wat lager uitgaan. Ik kan deze order dus verzenden door op verzenden te klikken en dan komt hieronder een stop en een limiet te staan. Wil je die nu nog bijstellen, dan kan je hem nog een keer bijstellen door er gewoon weer op te klikken, toevoegen en hier de stop en limiet te veranderen. Ik kan ze er nu ook uithalen als ik zeg, nou, ik heb ze er wel ingezet, maar ik ben er toch niet tevreden mee, kan ik ze er ook gewoon weer uithalen en door dan op verzenden te drukken, mijn limiet eruit te halen. Op verzenden te drukken is mijn limiet bijvoorbeeld weg. Type stop. Dus een niet gegarandeerde stop. Want een gegarandeerde stop kan je alleen maar bij opening erin zetten.